ik, hè. En heel veel show verkopen onderweg. Ja, het was een heel leuk rondje, zoals ik vooraf al had gezegd. Het is vrij technisch en ja, er zijn echt wel heel veel plekken waar je ding kan doen. In de eerste ronde hield je het nog rustig, hè? Zit je dan echt bewust aan 80% rond de fiets? Ja, ik was gewoon ook niet super weg en dan heeft het niet veel zin om op plaats te gaan inhalen waar het niet kan. En, ja, ik probeer mijn tijd te pakken en ja, echt op plaatsen waar dat te weinig risico bij komt kijken. In de zandstrook was het nu, hè, dat je versnelde? Ja, nu was het. Ah, ja, dat was eigenlijk, ik kreeg als enige door, denk ik, die ronde. Ik zag dat team afstappen en ik had net het goede spoor te pakken. Ja, en dat was beslissend. Ja, zelfs jij moet alert zijn, want bij het binnendraaien van de materiaalpas ging je even onderuit. Ja, het was naast de materiaalpas eigenlijk, maar ja, ik begin weg te schuiven en ik kon mijn voet uitklikken. Maar die was iets te strak vast, die klikpedaal. Dus veel redelijk lullig omver, maar ja, dat kan gebeuren. Kan gebeuren. En dan begin je aan die jumpjes. Je begon er heel vroeg aan, vroeger dan anders. Al 20, 25 minuten voor het einde heb je de eerste keer het publiek verwend. Ja, dat kwam eigenlijk omdat ik toen ook pas de eerste keer echt goed door dat zandree wat ervoor lag. En ja, dan kom je met snelheid aan die brug aan. En ja, dan vind ik het zelf ook gewoon heel leuk om te doen. Goed, je hebt nu voor de derde keer die eindzege te pakken, hè, in die superprestige. Er zijn er nog twee die er meer hebben behaald. Weet je wie? Ik heb pas ergens gelezen. Ja, Sven Nys sowieso. Ja, dat klopt. 13. Groenendaal misschien. Maar nee, het is wel een landgenoot van jou. Jaren 80. Concurrent van Liboton. Stamsnijder, dat was hem. Ja, nog één ding. Je zit ook aan 29 zegens nu. Hè. Eentje nog in drie crossen, dat moet lukken. Ja, dat moet normaal gezien wel lukken met deze conditie. Maar ja, we gaan gewoon proberen zo mooi mogelijk die wedstrijd af te werken. Blijf het publiek maar verwennen. Dankjewel, Mathieu van der Poel. En nog eens proficiat. En dan gaan we naar